In Pakistan buigt het Hoge Rechtshof zich over een brute groepsverkrachting die tot internationale opschudding heeft geleid. De 36-jarige Mokhtar Anmari werd op last van de dorpsraad verkracht door een groep mannen omdat haar broertje een relatie zou hebben gehad met een vrouw van een andere stam. Aanvankelijk kregen 6 mannen wegens de verkrachting de doodstraf, maar nu zijn 5 van hen alweer vrijgesproken. Mai eist dat alle mannen die haar hebben verkracht worden veroordeeld. Mokhtar Anmari komt uit het dorp Mirwala, ruim 500 kilometer van de hoofdstad Islamabad. Hier leven verschillende stammen nog volgens hun eigen wetten. Soms zijn die bruut. In juni 2002 wordt Mokhtar Anmari haar huis uitgesleurd. Ze is zich van geen kwaad bewust. Volgens de dorpsraad van een andere stam moet ze boeten, omdat haar 12-jarige broertje een affaire heeft gehad met een vrouw van die stam. Ze wordt verkracht, keer op keer. Volgens Mokhtar Anmari moet de valse aanklacht verdoezelen dat haar broertje juist is misbruikt door mannen van die stam. Na haar herstel vecht Mokhtar Anmari terug en doorbreekt ze de cultuur van stilzwijgen en schaamte. Mokhtar Anmari groeit uit tot een symbool van de strijd tegen vrouwenonderdrukking in Pakistan. Mokhtar Anmari hoopt dat de volgende generaties anders omgaan met de traditionele wetten. Ze heeft 2 scholen in haar dorp opgericht om door middel van onderwijs het land langzaam te veranderen. Five years after what Mokhtar with some modesty calls the incident, the school is working and educating hundreds of girls. Girls who without Mokhtar's help would never have gone to school. Now the girls in this backward part of the Punjab can have expectations and dreams.